Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs en natuurlijk in speelronde 8 van de Eredivisie. Laten we eerst eens naar die Europese wedstrijden gaan. Ajax moest uit naar Denemarken, naar FC Midtjylland en ze hebben gewonnen met 1-2, ik wou bijna verloren zeggen. Atalanta-Liverpool werd maar liefst 0-5 en Real Madrid-Inter werd een spannende wedstrijd 3-2. PSV verloor kansloos met 4-1 van Pau Xeloniki, Real Sociedad won 1-0 van AZ en Feyenoord won verrassend met 3-1 van CSKA Moskou. Dat zijn weer punten voor de coëfficiëntenlijst. En dit was speelronde 8 van de Eredivisie. Fortuna Sittard speelde 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. ADO verloor met 2-4 van FC Twente. VV won met 3-2 verrassend van Heracles. RKC Sparta werd 0-2. FC Utrecht speelde 0-3 tegen Ajax. Feyenoord won met 2-0 van FC Groningen. Vitesse FC Emmen werd 3-1, AZ won ruim met 0-3 van Heerenveen en PSV won met 3-0 van Willem II. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 21 punten, net als Vitesse, die heeft ook 21 punten. PSV staat derde met 19 punten, Feyenoord staat vierde met 18 punten, FC Twente staat verrassend vijfde met 17 punten, Heerenveen staat zesde met 16 punten, FC Groningen staat zevende met 13 punten, AZ klimt langzaamaan een beetje omhoog, staat achtste met 11 punten, Utrecht staat 9e met 9 punten. Heracles en VVV hebben 8 punten. PEC Zwolle staat 12e met 7 punten. Sparta staat 13e met 6 punten. Willem II en RKC hebben 5 punten. ADO Den Haag staat 16e met 4 punten. En FC Emmen en Fortuna staan onderaan met 3 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Mikey heeft echt een hele hoge score, maar liefst 19 punten neergezet in deze video. Is dus weekwinnaar en hij staat ook meteen bovenaan aan de top 8. Gerben staat tweede met 72 punten, dan komt Dilano met 70 punten. Tijn en Jarno staan vierde met 68 punten. Luc staat zesde met 65 punten. En Novio Magem en Stan staan zevende met 64 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de volgende ronde. Over 2 weken is er natuurlijk pas een nieuwe aflevering, omdat we een interland weekend hebben. Nederland moet eerst een vriendschappelijke wedstrijd thuis tegen Spanje. Dan komt de Nations League weer aan. Nederland neemt het eerst thuis op tegen Bosnië en Herzegovina. En daarna uit naar Polen. Dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 9 van de Eredivisie over 2 weken dus. Willem II moet thuis tegen VVV, AZ ontvangt FC Emmen, FC Groningen speelt tegen Vitesse, PEC Zwolle moet thuis tegen FC Utrecht, Ajax die ontvangt Heracles, Fortuna neemt het in Sittard op tegen Feyenoord, Sparta moet tegen ADO Den Haag, FC Twente ontvangt PSV en RKC sluit het weekend af tegen Heerenveen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie je heel graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.